je staat echt wel eventjes te trillen op je benen. In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Hoe konden ze ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Ja, als ik dit soort beelden bekijk, dan krijg je echt rillingen over mijn lijf. Vandaag rijdt de Dashcam over de A16 in de richting van Rotterdam. Daar is voor Wilfred Rocher in eerste instantie geen vuiltje aan de lucht. Het zou een prachtige dag worden. Wilfred is op deze zonnige ochtend onderweg naar zijn werk in Rotterdam. Wanneer voor hem een inhaalmanoeuvre van een witte Seat finaal misgaat. Er is maar één ding waar je aan denkt en dat is wie ga ik als eerste raken zelf. En dat is ook niet zo gek wanneer je met meer dan 100 km per uur dit bizarre incident voor je neus ziet gebeuren. Ja, het is echt heel bizar wat je hier ziet. In eerste instantie denk je naar een filmpje te kijken waar twee stuntrijders aan de gang zijn. Maar niets is minder waar. Nee, want dit heftige ongeval is echt gebeurd op de snelweg. En geen scène uit de nieuwe James Bond film. Het mag dan ook een wonder wezen dat iedereen na het incident ongedeerd uit zijn voertuig kan stappen. Als je dan uit de auto stapt, ja, dan heb je wel het besef van hé, ik heb al heel veel geluk gehad. Het is onvoorstelbaar dat deze twee mensen er zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Er is alleen sprake van materiële schade. Maar je moet er ook niet aan denken wat er gebeurt als deze witte auto voor deze kraanwagen terechtkomt. Dan is het leed werkelijk niet te overzien. Blijft natuurlijk de vraag wat de bestuurder van de witte Seat bezielde om zonder aanleiding zijn stuur ineens om te gooien richting de kraanwagen. Het enige wat hij dacht gevoeld te hebben, dat hij aan de achterkant geraakt werd. Maar dat is ongeloofwaardig als je deze beelden ziet. En dat is ook precies wat de verzekeringsmaatschappijen denken wanneer ze de verklaring horen van de andere betrokkenen van dit opmerkelijke ongeval. Men geloofde eigenlijk de lezing niet zo van beide bestuurders. Zowel van de kraanwagen als van de BMW. En dus is het maar goed dat Wilfred direct achter het incident reed. En zo deze opmerkelijke beelden kon maken met zijn dashcam. Ja, ik kan me voorstellen dat de verzekeringsmaatschappij verschrikkelijk blij is met deze beelden. Het is het enige bewijs dat het daadwerkelijk gebeurd is. Ze kunnen nu tot een snelle afwikkeling van deze zaak komen en hoeven zich niet alleen te baseren op getuigenverklaringen. Heeft u ook een opvallende video gemaakt met uw dashcam? Of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan een volgende keer in Dashcam.